Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Simon Beekaert, 41 jaar, advocaat in het West-Vlaamse Tielt, vader van twee kleine dochtertjes. En de voorbije bestuursperiode was ik ook schepen in mijn stad. Daar heb ik de microben te pakken gekregen. Ik hoop samen met onze sterke ploeg voor West-Vlaanderen om mee te kunnen werken aan het beleid, een steen te kunnen verleggen in de rivier en samen te werken aan de toekomst van onze kinderen en de volgende generaties. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben al een tijdje actief in de lokale politiek, in het West-Vlaamse Tielt. En daar hebben we heel wat in beweging gebracht op vlak van woonbeleid, leefmilieu, ruimtelijke ordening en dergelijke zaken. Maar ik merk op het nationaal en Vlaams niveau dat onder de voorbije regering de middenklasse het gelag heeft moeten betalen. En dat verontwaardigt mij. En dus stap ik nu in de politieke strijd en ben ik eerste opvolger voor het Vlaams parlement. Welke quote heeft u gekozen? Ik ga voor zekerheid voor iedereen. Mensen hebben recht op een zeker leven. Dat wil zeggen zekerheid naar gezondheid toe, naar een gezonde leefomgeving. Zekerheid ook dat je de maand kan rondkomen. De zekerheid als je tweeverdiener bent, dat je betaalbare kinderopvang kan vinden. De zekerheid dat als je partner wegvalt of je wordt alleenstaande moeder, je toch nog gebolwerk krijgt. We zien dat na de financiële crisis vooral de middenklasse het gelag heeft moeten betalen. Dat we er wel weer een stuk bovenop komen in algemene cijfers, maar dat dat niet te goede gekomen is van de middenklasse. Met andere woorden, een heel kleine laag van de allerhoogste inkomens zijn erop vooruit gegaan, maar niet de grote middenklasse en het aantal mensen in armoede is ook gestegen. Dus we komen in een situatie terecht die stilaan richting Amerikaanse toestanden direct af te glijden, waar je dus enerzijds een arm deel van de bevolking hebt en dan een zeer klein, zeer rijk deel, maar waar de grote middenklasse dus krimpt en verdwijnt. En daar moeten we echt tegenop komen, ja. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik haal inspiratie uit mijn omgeving. Uit mijn nabije omgeving, uit de mensen die dichter wonen, die verder wonen. Ik kijk zeer sterk op naar mensen die iedere dag vechten om rond te komen of om het praktisch gedaan te krijgen. Ik denk dan aan de jonge gezinnen waar man en vrouw uit werken gaan, die 's morgens heel vroeg soms moeten opstaan om hun kindjes al op tijd op de kinderopvang te krijgen. Ik denk ook aan de alleenstaande mensen met kinderen die samenstelde zinnen, die toch ook niet alleen financieel, maar ook praktisch zich zwaar moeten inzetten om rond te komen en dat toch ook doen voor de toekomst van hun kinderen. En ik denk dat de dagelijkse inzet van de mensen rondom mij sterkt mij om mij ook hard in te zetten. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn eigenlijk alles wat de directe leefomgeving van de mensen aangaat en een directe impact heeft op onze manier van leven. Dus dat gaat over leefmilieu, dat gaat over betaalbare gezondheidszorg, dat gaat over hoe je ook praktisch rondkomt in het leven, dat gaat over betaalbare kinderopvang, maar ook over mobiliteit, hoe je vlot op je werk geraakt. Hoe je maximaal je tijd kan gebruiken en daardoor ook voldoende vrije tijd hebt. Moest ik naar het Vlaams parlement komen, dan ga ik mij uiteraard schikken naar de groep. Er zijn altijd meer gehadigden dan dat er commissies zijn, bij wijze van spreken, en iedereen moet een taak opnemen. Maar ik denk dat welzijn of leefmilieu mij wel zou liggen, ja. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat het belangrijk is dat de politiek terug transparanter wordt en dat partijen ook meer communiceren waar ze voor staan. Want ik zie toch soms hoe bepaalde partijen naar het publiek toe
En naar de kiezer toe zich een bepaald imago aanmeten, maar dan sluiks toch andere beslissingen nemen die niet in het belang zijn van het gros van de bevolking, of die niet in het belang zijn van onze middenklasse. Ik denk dat er een mentaliteitswijziging moet komen en dat men ook moet durven altijd zijn kaarten op tafel leggen. Ik zeg niet dat je altijd de meest populaire maatregelen moet nemen. Je moet de maatregelen nemen die best zijn voor de bevolking. Maar je moet ze ook durven uitleggen. En je moet ook durven zeggen van kijk, wij gaan voor de grote groep van mensen waar we het voor doen en niet voor de happy few. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een tijgertje mee. En dat is van mijn dochters. Die zijn 2 en 4 jaar oud. En als ik 's avonds thuis kom, dan staart dat ding mij in de gang aan. Of dan struikel ik er bijna over in de keuken of in de living. En zelfs als ze dan al in bed liggen, dan herinnert het beestje mij eraan van kijk, mijn twee dochtertjes zijn thuis. En dan weet je ook waar je het zelf voor doet. Maar dat houdt mij ook scherp om te herinneren en er mij bewust van te zijn dat politiek ook zo hoort te zijn dat je het moet doen voor de volgende generaties. Want uiteindelijk doen we het daarvoor, voor onze kinderen en onze kleinkinderen.